Om dat te begrijpen moeten we ook weer heel ver terug in de tijd. Omdat Limburg hoger is dan de rest van Nederland, stroomde het water daar ook harder. De rivieren maakten diepe geulen in de bodem en zo ontstond een landschap met hoger gelegen plateaus die door dalen van elkaar werden gescheiden. In de ijstijd lag een dikke ijslaag vanuit Noord-Europa tot halverwege Nederland. De Noordzee was een kale vlakte en hoewel er geen dikke ijslaag over de rest van Nederland lag, was het er wel koud, kaal en droog. In het ijs van gletsjers zaten stenen vastgevroren en door wrijving van steen over steen werden ze gemalen tot een fijn poeder dat ergens aan de voet van de gletsjer blijft liggen. Dat fijne poeder noemen we lus. Harde winden voerden dit poeder mee door Nederland en lieten het op een andere plek weer neerkomen. In Zuid-Limburg was het wel dichter begroeid en daar verloor de wind aan kracht, zodat de meegevoerde stoffige lusgrond tegen de heuvelruggen neerdwarrelde en bleef liggen. Ook in de dalen vormde zich een dikke laag. De luslaag in Limburg varieert in dikte tot wel 20 meter. Lus is, doordat het rijk is aan voedingsstoffen, zeer geschikt voor landbouw. De eerste landbouw in Nederland kwam dus voor op de lusgrond in Zuid-Limburg. Behalve landbouw vind je er ook veeteelt. En tegenwoordig zie je er ook veel toerisme.